dahil kay Alang bro, taka ko, baka bro, ko pa dahil. Wat wil deze vrouw weer? Moet ik weer naar de winkel gaan? Ik heb geen zin hoor. Samantha, hoe lang moet ik je nog roepen? Hoe lang? Zo lang roep ik je om naar de winkel te gaan. Meisje, laat me niet boos worden hoor. Maar je kan toch ook gaan? Ik heb geen zin hoor. Je kan toch ook zelf gaan? Alleen meisje, je doet alsof ik alleen je kind ben. Nee, maar dat is het niet. Maar altijd vraag je mee om naar de winkel te gaan. Je kan Chesron toch ook vragen. Hij is de hele dag in zijn kamer. Ik weet niet wat hij daar de hele dag doet. Je kan hem toch ook vragen. You make me rot today. Zo praat je tot me. Ik heb je 9 maanden gedragen hoor. 9 maanden. Begin te berekenen hoeveel dagen dat is. Kom je brutaal tot me praten. Je is shameful actie. Even een halve kilo suiker of halve kilo olie. Maar in een shame wakker na een short. Dat in een shame. Trasa je shame wel. Nee, maar dat is het niet. Maar altijd vraag je mee om naar de winkel te gaan. Je kan Chesron toch ook vragen. Hij is de hele dag in zijn kamer. Ik weet niet wat hij daar de hele dag doet. Je kan hem toch ook vragen. Luister nou. Om een lang verhaal kort te maken. Je moet je nu verkleden. En ik ga nu naar het werk. Neem geld bij Chesron, want ik heb geen geld nu bij me. Vraag Chesron 30. 30 euro moet je bij hem nemen. Ja? 30 euro moet je bij hem nemen. Luister goed. Je gebruikt de helft daarvan. En die andere helft moeten jullie gebruiken voor wanneer jullie misschien de bus moeten pakken of zo later wanneer jullie naar les zijn gegaan. Of wat willen kopen. Maar in ieder geval de helft moet je daarvan gebruiken. Ik heb nu geen geld bij me, want mijn kaart is geblokkeerd. Ja? Ik ga nu naar werk, want je houdt me op. Oké hoor. Ja, maar is goed, is goed. Boy, als een vastpakken, jongen. Hoi boy, mijn ronde project is af, jongen. Ik ga als een vast, jongen. Wat moet je dan? I was wondering if I could take you home. Just a lovely baby, if I could take you home. Boy, my boy draait hoor. Ik weet wat ik gisteren heb gegeten, man. Zo lang uit het andere toilet. Heeft mevrouw corona of zo? We moeten wel 1,5 meter van elkaar houden, hè? En we hebben ook geen mondmasker op. Corona. Wat voor corona? Corona is niet de enige dat bestaat, hè? Ik bedoel van... Mevrouw, alsjeblieft rustig, hoor. Moet u rustig blijven waar u staat? Ik kan niet eens normaal missen. Gevaar zit zelfs als... we zitten in een lift. Als die lift vast zit, dat gevaar is groter dan die hele corona. Alsjeblieft. Mijn excuses, mevrouw. U heeft het verkeerd opgevat, maar... ik zeg alleen, we moeten even voorzichtig zijn, weet je. Het is een pandemie en... Er zijn mensen daar gestorven aan, hè. Dus vandaar, hè.
Ik probeer je alleen maar te helpen. Jess, waar ben je? Boy, wat moet dat kind weer hebben? Boy, Sanje, weet ik ben bezig. Toto roep je me iedere keer, man. Jess, wil je niet zo doen? Mijn gezeik moet je geld vragen. Oh, daarvoor. Ah, ze zei me, ik moet je geven. Is daar bij die la. Je moet het nemen daar bij die la. Maar ga je zo naar de winkel daar, met die short. Hey, Chestron, mi eden aan jou, Jere. Mi eden aan jou. Wil je niet letten op wat ik aantrek? Het is aan mijn lichaam. Ik moet het al gaan kopen. Anders moet je zelf gaan, hoor. Zomaar speel je grote meid. Wel, ga maar. Kom maar niet meer storen, hoor. Zo. Hey, schatje. Je mag kijken, hoor. Je mag kijken hoor, ik weet dat je me leuk vindt. Psst, hey, doe niet zo hoor, Wat, je hebt hoge manieren voor lage kwaliteiten. Jongen, laat me met rust hoor. Even kijken naar de andere kant. Wat? Ik mag niet naar je kijken. Je bent mooi. Bloemen zijn om naar te kijken, toch? En daarna moet je het water geven. Zo, maar je... Hey, look at this girl, boy. Wat kan je dat hier? In echt, Jere, no. No, ik kan me scared, ja, zo, Jere. Zo, man, je ook die strobi... Huh? Jongen, geef me een break, hoor. Boy, bye. Hey, jongens als jou willen eeuwig als weet ik wat voor me. Je kent me niet, hè. Je kent me niet. Boy, no make me do low, Sanja, zo jere. No make me do low, Sanja. Hoe bedoel je? Jongens, schuif op van hier, hoor. Ga je alsjeblieft opschuiven? Alsjeblieft. Ga uit mijn gezicht, want ik heb je niets gedaan. Ik heb je al gezegd. Ik ook kaas maskeer. Daar wil ik jouw shit aan doen aan mij. Jongen, ga van hier hoor. Ga van hier. Laat me met rust. Zo. Boy, geef me een prik hoor. Leegloper. Zo toe leegloper. Boy, eto. Mino wan do next na nga eto, darom. Matralis e mi miti. E ete ye ko tegi mi de lo sangi. Da I'm sorry, yere. I'm sorry. Sammy. Sammy, wat doe je zo laat nog op straat? Ik had boodschappen gehaald en daarna was ik gaan trainen, een beetje rennen. Maar ik kon gewoon, ik was gewoon even aan het lopen en denken. Maar waarom ben je zo dom dan? Waarom ben je zo dom? Niet dom zijn hoor. Nee, oom kan. Het is gewoon. Ik had boodschappen gehaald voor mama. En dan ben ik daarna een beetje gaan lopen. Want ik dacht ik ga rennen en zo in de buurt. En dan gewoon. Ik liep in de straat en dan was er een jongen die me gewoon lastig viel en hij deed heel erg agressief en het heeft me wel een beetje down gemaakt, want ik bedoel van ik ben echt een lieve vrouw, ik ben een lief meisje en waarom heeft hij me zo aangevallen? Ik weet het niet.
Oh zo. Maar Sammy, je weet dat ik je niet nu ken, hè? Ik ken jullie al vanaf jullie baby zijn. Dus ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar ik wil je wel zeggen dat je niet zo moet aantrekken als je op straat komt. Want ik ken je moeder, ik denk niet dat ze je zo op straat heeft gestuurd. Nee, oom Kaan, het is gewoon mensen. Ik weet niet wat ik ze heb aangedaan. Altijd doen ze zo agressief tegenover me. Dan ben ik down, hè. Want ik denk van, wat heb ik misgedaan? Want vanmorgen mijn moeder ook, ze wil dat ik naar de winkel moest gaan, was ook zo boos op me. En nu is die wildvreemde man, die deed ook zo raar, hij wilde me bijna slaan en zo. En ik voelde het zo erg, want ik heb best wel niets gedaan. Ik heb niets gedaan, ik ben echt onschuldig, omka, echt. Wee, ik weet niet waarom je ruzie met je moeder hebt gehad, hoor. Maar wat ik weet is, je moeder gaat je nooit sturen zo op straat, nooit. Je moeder gaat altijd zeggen dat je netjes moet kleden. Jullie meisjes vinden het sexy om op straat te lopen, maar het is niet te norm te zien, hoor. Luister nou, een man kijk misschien voor een moment ernaar, maar wanneer hij een vrouw zoekt, moet ze meer dingen hebben, hoor. Ze moet een lieve vrouw zijn. En ze moet niet iedere keer zo klagen zoals jij altijd klaagt. Demi denai osso. Tu padra je gimma bigimofo. Dat weet ik van je. Sammy, je moet aan jezelf werken. Je moet aan jezelf werken. Je weet het zelf ook. Ja, oom Kaan, u heeft gelijk. Maar soms mijn moeder zo vervelend. Zo ouderwets. En ze vraagt mij alleen om naar de winkel te gaan. Terwijl ze Jess ook gewoon kan vragen. Ik weet niet waarom. Hij zit de hele dag achter de computer. Ik heb ook een leven. Maar alleen mij vraagt ze. Wel, ik bemoei niet. Ik bemoei niet met huiselijke zaken. Maar wat ik je wil adviseren, maak het goed met je moeder, ja? Als je naar huis gaat, maak het goed met je moeder, ja? Oké, oom Kaan, is goed. Zal dat doen? Abu Mipji, geef je moeder dan de groeten voor me, ja? Abu, zeg er, ik kom even aan die dagen langs. Ja? Aboem, ai. En voorzichtig, ja, want het is al donker. Hi, ma, ik ben al thuis, hoor. Ik ben al thuis. Ik was, nadat ik die boodschap had gekocht, was ik even een beetje gaan joggen. Oké. Maar ben je zo op straat gegaan? Ja, maar ik ben zo op straat gegaan. Maar voordat je me een bok geeft. Mama, sorry dat ik zo tot je sprak vanmorgen. En ik wilde je niet kwetsen of zo. Het was gewoon, ik ben zo op straat gegaan omdat ik het mooi vond. Maar dan op straat, daar viel een man, een jongen, ik weet niet wat hij vond, maar hij viel me lastig. En dan was ik erg gebroken van binnen. En ik liep verder en ik ontmoette oom Kaan. En hij sprak tot me en hij zei dat ik me moest verontschuldigen tegenover u. En dat ik niet meer zo moest aantrekken. Oh, dus je bent gewoon zo op straat te gaan. Maar gelukkig heeft oom Kaan je aangesproken.
Zie je wanneer je niet luistert. Het kon erg zijn afgelopen, hè? Met die jongen. Het kon erg voor je aflopen. Ik zit in mijn waarschuwing. Zo lief me wat draaien. Echt waar. Ja, mama, sorry. Ik wil het echt goed met u maken. Ik wil echt niet meer. Ik wil echt goed met u maken. Wat vindt u ervan? Wilt u me vergeven? Ik ben blij dat alles goed met je is afgelopen. En ik ben blij dat je eindelijk inziet. Maar goed. Laten we een beetje gaan kijken naar tv. Laten we een beetje in de woonkamer gaan kijken naar tv. Of nee, misschien moeten we gewoon. Laten we naar die gastenruimte gaan. Daar zijn wij alleen. Daar storen we Chess niet. Want als we in de woonkamer gaan zitten, gaat het geluid in zijn kamer van die film. Dank je, mama. Oké, ik ga gelijk chips of popcorn. Ga kijken wat er is. Gaan we kijken naar een mooie film. Gaan we eentje uitkiezen. Oh, die man is echt grappig. Hi, boy. Hi, boy. Echt na lange tijd, hoor. Echt na lange tijd dat ik zo heb gelachen. Hi, boy. Die demos riep, hoor. Ja, hè, mama. Echt, we hebben na lange tijd zo gelachen.